Surinamers overal, de diaspora hotspot van de SRS. Maar ja, je hebt Suriname altijd, dus dat nee, boy. Mijn wiki naar Suriname, mijn Suriname naar Suriname. Suriname, Mampanya, de Vrijing Grond Tapu. Het is allemaal begonnen in Sint Maarten. Kijk, wij Surinamers, we kunnen ons overal aanpassen. Natuurlijk, soms heb je heimwee. Het is goed. Of ik rijd terug, weet ik nog niet. Suriname. Bel 490.000. WhatsApp bellen kan ook. 83x9109. Of stuur een app. Een power room schreef. Weet ik ook niet wat precies te zeggen in het Chinees, maar allemaal mijn best. Natuurlijk heb ik plan om terug te keren naar Suriname. Surinamers overal. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Rick, ding, 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 ding. Connected à la C. Internetten, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen. Connected à la C. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco. Met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Keeping you in touch. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby. Connected à la C. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch. Een slecht onderhouden automotor kan sneller verouderen. Daarom hebben onze ingenieurs Total Quartz motorolie ontwikkeld met Age Resistance technologie. Een baanbrekende innovatie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Kiezen voor Total Quartz is kiezen voor de motorolie die uw motor langer jong houdt. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de GoTo Service Station Shops en bij Total Autocare. GoTo Energy Suriname is de authorized distributor of Total Lubricants in Suriname. Ja, even een slokje water gedronken, want we gaan babbelen met Robert van Trikt. Gaan we bellen en als alles goed is, is hij ready steady om ons zoveel te vertellen. Ja. Goeiedag. Goeiemiddag nog steeds, hè, daar, Robert. Ja, goedemiddag. Van Wakka. Ook voor jullie luisteraars. Ik wel, hoe is het daar? Regenachtig, zonnig, voor alles zo een beetje. Ja, deze kant ook, man. Regenachtig. We hebben mooi weer gehad, maar opeens wordt het weer, leek het weer winter te worden. Oké, waar ben je precies? In Delft. Ik zit in Nederland, in Delft. Mm-hmm. Oké. Okay. En studentenstad waar ik heb gestudeerd en waar ik uiteindelijk ook ben blijven wonen. Oké. Wat was je aan het doen? Wel, vandaag mocht ik vanuit huis werken. Dus ik heb de halve dag thuis gewerkt en de halve dag de kinderen opgehaald. En een beetje gezorgd dat zij zich vermaken, zeg maar. Oké. Ja, dus een beetje het voordeel van je eigen onderneming is dat je dat zo nu en dan een beetje zelf kan inrichten. Dus ik heb één keer in de week, dan werk ik lekker vanuit huis. Kan ik ook een beetje voor die kinderen zorgen. En de rest van de week zit ik vanuit Rotterdam. Ben ik daar aan het werk. Oké, we gaan even terug in de tijd. Voordat je vertrok uit Suriname, waar ben je opgegroeid? Welke buurt? Vertel ons een beetje over je kinderjaren. Ik zou zeggen overal en nergens van Paramaribo. Serieus? Ik ben geboren in het centrum, in de Ladesmastraat, vlak naast de Hakeringbank, zeg maar. Oké. Toen ben ik naar Maratrete verhuisd. Mm-hmm. Uiteindelijk naar Tourtonne verhuisd en... als laatste zat ik aan de lees, van de leesweg gewoon. Oké. En welke scholen heb je dus bezocht? Dus inderdaad, alle kanten van Suriname, van Paramaribo gezien in ieder geval. Daar heb je ook. En welke scholen? Ja. Kom denk je bij ja. OS Maratrete, Bacadat Mulo School, Hendrik School. Mm-hmm. Uiteindelijk naar de AMS gegaan, hele mooie tijd beliefd op de AMS. En nog 2 jaartjes ADEC gedaan voordat ik naar Nederland toe kwam. Ja. En hoe komt het dat jullie zo steeds moesten verhuizen? Ja, geen idee. Het was een huurhuis van mijn ouders en daarna het volgende huurhuis en daarna uiteindelijk eigen huis gebouwd. Ja. Oké. En je ouders zijn nog hier in Suriname?
Nee, mijn vader die is er niet meer. Oh. En mijn moeder die is terug verhuisd naar Nederland toen ze oma werd, toen mijn dochter werd geboren. Okay. Toen dacht ze wil niet op afstand zijn van haar kleinkind, dus die is hier naartoe terug verhuisd. Oké. Okay. Je vertrok toen je 23 was. Vertel eens een beetje over die stap. Nou, op zich altijd een grote stap natuurlijk, naar een vreemd land waar je vrij weinig mensen kent. Voor mij is het een iets andere situatie dan de meeste Surinamers die verhuizen. Omdat mijn moeder is Nederlands, dus ik had hier wel vrij veel familie zitten en vrij veel opvang. Ja. Maar inderdaad, uiteindelijk voor een studie hier gekozen. En de mogelijkheid was er door steun van familie en vrienden om te kunnen gaan studeren. Mm-hmm. Dus ik heb die kans met beide handen aangegrepen. Nee. En naar Nederland toegekomen. Heb je bewust gekozen voor die studierichting die je hebt gedaan? Ik heb bouwkunde gedaan. Het was voor mij een ideale combinatie tussen iets creatiefs en iets technisch. En ik gaf al aan, weet je, ik ben half Nederlands. Mijn moeder die komt uit Delft. Dus Delft was voor mij een hele voor de hand liggende stad om naartoe te komen. Want ik had hier vrij veel familie zitten. Mm-hmm. En de studie bouwkunde, het was een technische studie, dat lag me heel goed. En het had ook iets creatiefs, weet je. Je kan een beetje architectuur, je kan dingen creëren, je kan dingen ontwerpen. Mm-hmm. Okay. Dus het sprak me heel erg aan. En tot de dag van vandaag geen spijt gehad van die studiekeuze. Had je dit altijd willen doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in principe wel. Totdat ik de studie zelf ging doen. En toen kwam ik aan de creatieve kant van het werk, weet je wel. Echt de architectuur. De mooie gebouwen maken. Mm-hmm. En toen merkte ik aan mezelf dat het technische me gewoon veel meer aansprak. Ik ben veel meer van zorgen dat het gebouw blijft staan en zorgen dat het maakbaar is. Yeah. En zorgen dat het mooi wordt, weet je wel. Dan zit je met docenten in gesprek die je uitleggen van ja, nou, ik vind dat mooier en dat mooier, maar het is heel, heel subjectief. Dus het technische sprak me uiteindelijk veel meer aan dan de architectuur, waar ik eigenlijk van dacht van mezelf van ja, ik wil iets creatiefs doen. Maar uiteindelijk is het toch iets technisch geworden. Okay. En dat komt nu in het werk ook heel veel terug. We hebben een technisch tekenbureau, dus we doen eigenlijk de hele technische uitwerking van die gebouwen. Okay. Om de luisteraars even uit te leggen, als je bijvoorbeeld een project krijgt, hoe start je, hoe begin je, waar... Vertel ons. Yes, even kijken. Nou, over het algemeen, we werken samen met architecten en aannemers. Yeah. En over het algemeen zijn wij een soort van de tolk tussen beiden. Als een architect iets uittekent, dan wil hij heel erg goed bepalen hoe het eruit moet gaan zien. Dus het gaat echt om het uiterlijk. En zo'n aannemer, die moet weten hoeveel bakstenen moet ik bestellen, hoeveel schroefjes moet ik bestellen. Die heeft veel meer de technische kant. En wij doen de hele vertaling daartussen. Dus we krijgen een schets van een architect. Die zegt dat gebouw moet er ongeveer zo uit gaan zien. En dan vertalen wij dat naar volledige technische tekeningen van hoe je alles op elkaar aansluit. Bijna een bouwpakketje. Ja. Van als je deze dingen bestelt en je zet ze zo in elkaar, dan gaat dat gebouw komt eruit te zien zoals de architect dat heeft gevraagd. Dus we doen de hele tussenstap. Mm-hmm. En staan er al veel gebouwen waarin jullie een hand in hebben? Ja, best wel. Okay. Best wel. We zijn met dit bureau zijn we 4 jaar geleden gestart. Mm-hmm. En ik denk dat we in die periode, moet ik even gaan rekenen hoor. Ik denk dat we tegen de 100 gebouwen wel aan hebben getekend ondertussen. Wat voor gebouwen zijn het? Kantoorgebouwen, woongebouwen of zo? Flats? Nou, we zitten inderdaad verschillende kanten op. Hele hoge woontorens van 40 verdiepingen hebben we al getekend. Ja. Maar we zitten voornamelijk in de woningbouw. Dus particuliere opdrachtgevers die dan zeggen, nou, we willen onze woning verbouwen of we willen een nieuwe woning laten bouwen. Ja. Daar zitten we het meest. Maar inderdaad, die technische kennis die kan je natuurlijk ook gebruiken voor kantoren en gebruiken voor winkels. Dus die komen zo nu en dan komen die ook langs. Okay. Maar de meeste gebouwen die we doen zijn gewoon woningen waar mensen uiteindelijk heel gelukkig in kunnen wonen. Ja, ja. En als je zo kijkt, je bent zo lang geweest in Suriname, 23 jaar om en bij, hoe er hier wordt gebouwd en daar, hemelsbreed verschil. Hoe vertolk je dat? We bouwen hier heel anders. En zeker bouwen we daar heel anders. Ja. In Suriname bouwen we natuurlijk op een manier die is gemaakt voor de tropen. Ja.
daar kan je inderdaad, ik ken genoeg mensen die het zelf kunnen bouwen. Die zeggen nou, we kopen wat cementblokken mm-hmm. en die metselen we op elkaar en dan bouwen we het huis zelf. Yeah. En hier moet je met heel veel weersinvloeden rekening houden. Dus zorgen dat het inderdaad tegen de vrieskou kan en dat het aan bepaalde geluidseisen voldoet, want het is natuurlijk veel drukker hier. Mm-hmm. Dus je bouwt op een hele andere manier. En vooral als je echt de lucht ingaat, als je echt de hoogte ingaat, ja, dan moet je met veel, veel andere aspecten rekening houden. Mm-hmm. Maar inderdaad, met de kennis vanuit Suriname kan je dat natuurlijk ook, kan je heel veel wat er hier getekend wordt, zou je ook vanuit daar kunnen tekenen. Oké. Hier in Suriname is er een woningsnood. Heel veel mensen die hebben daar met dit probleem te kampen. Flats in Suriname, zijn dat aan te raden? Ben je er nog? Ja, hoor je me? Oh, sorry. Ja, je viel even weg, sorry. Oké, Suriname. Je valt even. We hebben woningsnood hier om dat probleem zo'n beetje in te dammen. Zou het ideaal zijn en raadzaam om flats te bouwen hier in Suriname? Het lijkt me niet. Ik denk mm-hmm. dat het handig is om... Je hebt de ruimte natuurlijk. Ja, klopt. De woningsnood in Suriname gaat niet om een gebrek aan ruimte. Mm-hmm. Dus ik denk dat de manier waarop er gebouwd wordt, is voor Suriname ideaal. Oké. Okay. Ja, in Nederland is een vrij klein land en er zitten vrij veel mensen op elkaar. Dus hier wil je proberen om zoveel mogelijk mensen op zo min mogelijk vierkante meters te zetten. En dan moet je de lucht in. Ja. Maar in Suriname hebben we alle ruimte om uit te bouwen. Dus een flat zou je er niet zo heel snel neerzetten. Okay. Het is ook veel prettiger wonen in Suriname. Je woont veel meer buiten. Je bent veel meer bezig met je omgeving. Je hoeft veel minder te schuilen voor het weer, want er is er altijd lekker weer. Ja. Dus je wil je voordeur uit kunnen lopen en naar buiten kunnen gaan. Dus ik zou niet zo heel snel zeggen, dat doe je niet zo makkelijk als je op 10 hoog zit. Oké. Okay. Je had het daarnet over de weersinvloeden. Zijn er periodes in het jaar waarbij jullie niet bouwen? Of nee, in wezen niet. Wij hebben het voordeel, in Nederland wordt er altijd wel gebouwd. Alleen wij hebben het voordeel dat wij bouwen niet zelf. Wij doen alleen maar de engineering en het denkwerk vooraf. En de voorbereiding. En die voorbereiding kan het hele jaar doorgaan. Okay. Nou merk je wel dat het rond kerst wil iedereen bij zijn familie zijn en is het altijd wel wat rustiger. Ja, ja. Begin van het jaar start het een beetje rustiger op. Rond de zomervakantie, zeg maar rond juni, juli, is het meestal ietsjes rustiger. Maar voor de rest gaat het hele jaar door. Oké. Okay. Sinds je studie hebt afgerond, zijn er nieuwe technieken, veranderingen bijgekomen in wat je toen leerde en wat je nu in de praktijk moet toepassen? Ja, vrij veel. De programma's waar je mee werkt, vroeger tekende je alles uit in 3D. Nou ja, voor mij tekende je het nog uit op de hand, met de hand. Ja, ja. En nu kun je het hele gebouw volledig in 3D uitdenken en uitengineeren. En zorgen dat die klopt voordat mensen eraan beginnen te bouwen. Mm-hmm. En dat maakt bouwen een stuk makkelijker, om de simpele reden dat... Als je hem al helemaal hebt uitgedacht in 3D, dan kunnen mensen daar ook hoeveelheden uithalen. Dan weten ze ook hoeveel materiaal ze moeten bestellen om een gebouw goed neer te zetten. Oké, okay. Maak je ze ook helemaal virtueel af om een idee te krijgen hoe het uiteindelijk eruit moet zien? Het is virtueel volledig af. Oh, je kan het gebouw doorsnijden en zien waar elk schroefje zit, bij wijze van spreken. Oh, mooi man. Geeft een heel ander gevoel voor degene die het project... En voor de mensen die er gaan wonen, die kunnen er in wezen in rondlopen en alvast zien hoe hun huis eruit gaat zien voordat het huis er staat. Ja, ja. En is het altijd accuraat zoals het wordt weergegeven in 3D? Virtueel? Zo accuraat mogelijk. Uiteindelijk gaan de mensen die het gaan bouwen. Kijk, je kan het alles op de millimeter uittekenen. Maar als het gebouwd gaat worden, moeten mensen altijd zit er altijd een foutmarge in. Er zijn altijd dingetjes die net iets anders gebouwd worden. Of onderdelen die niet geleverd kunnen worden. Waardoor ze andere keuzes maken. Dus het wordt zo accuraat mogelijk gedaan. Het is allemaal millimeter nauwkeurig. En in de praktijk, in de bouw, wordt het wel eens anders uitgevoerd. Oké. Heb je problemen gehad met
klanten of dingen die heel anders zijn uitgepakt dan je had getekend en zo? Nee, op zich niet zo heel vaak. We werken heel veel samen met degene die het gaat bouwen, met de aannemers zelf. Ja. En je bespreekt al die problemen die je tegenkomt in zo'n 3D-model, die bespreek je vooraf met zo'n aannemer, waardoor je de meeste issues kan je al tackelen voordat ze daadwerkelijk gaan bouwen. Okay. Dus we hebben inderdaad wel het voordeel dat gelukkig niet zo vaak voorkomt. Oké, okay. Robert, hoeveel tijd stop je in het werken? Je werkt wel één dag van huis, maar hoeveel tijd stop je erin? Weekenden ook of zo? Ja, als je bent ondernemer of je bent het niet. Dus het is inderdaad, het zijn geen 40 uur in de week. Het is vaak meer. Ja, ja. En hoe, vaak meer, het zijn vaak lange dagen. Oké, okay. Totdat het project af is of zo? Ja, weet je, het is net één schooltijd wanneer je iets moet inleveren. Mm-hmm. Oh, deadline. En dat je op het laatste, je hebt een deadline en dat je op het laatste moment denkt van hé, ik kan dit nog eraan doen en ik kan dat nog oplossen en ik kan dit stukje nog even extra netjes maken. Mm-hmm. Dus rond die deadline zit er altijd extra druk op. Mm-hmm. En gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Gelukkig staat er een team achter die samen met mij dan die deadlines op kan pakken. Okay. Maar inderdaad, het is vaak meer dan 40 uur. Ja. Voor de mensen die in dienst zijn niet, maar voor de ondernemers over het algemeen zitten er altijd wel extra uren in. Ja. En hoe doe je dan met je kinderen, je gezin? Hoe deel je jezelf? Het is altijd een soort balans zoeken. Hè? Ja. Ja, ja. Aan de ene kant probeer je zoveel mogelijk van het huis te werken. Ik heb het geluk dat mevrouw ook vaak genoeg thuis is. Okay. En je probeert... Ik moet zeggen, in de afgelopen periode, tijdens die hele COVID en die lockdown, heeft me wel gedwongen om meer vanuit huis te werken. Ja. Ja. En dat je dan meer tijd aan je gezin kan besteden, is mooi meegenomen. Het heeft heel veel nadelen gehad, maar dat zijn wel, zitten wel gewoon voordelen aan. Mm. Dat je meer tijd met je gezin kan doorbrengen. Heeft het een hele stagnatie gebracht in het werk, COVID? Oh, zeker wel. In het begin zeker. Ja, hoe hebben jullie dat opgepakt? In het begin toen... we hebben het gewoon zwaar gehad. We stopten heel veel opdrachten en we hebben toen binnen het bedrijf hebben we heel veel aan het bedrijf gewerkt. Allemaal processen die je dan probeert zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Optimaal te maken voor als je straks weer gaat starten. Mm-hmm. Maar we hebben wel vooral het eerste jaar van COVID hebben we wel zwaar jaar achter de rug. Ja, want ik kan maar gelukkig pakt het allemaal weer op. Ja, want ik kan me indenken, financieel gaat ook alles minder. Je moet het bedrijf... het hoofd van het bedrijf boven water houden, financieel, is toch goed gekomen voor jullie? Uiteindelijk wel. Het is een uitdaging, maar het is een uitdaging geweest, maar uiteindelijk wel. We zijn de crisis ingegaan met het team en we hebben gezegd, nou, of we komen er samen uit, we gaan geen mensen ontslaan. Yeah. We gaan er samen in en we kijken hoe ver we samen komen. En ik ben heel blij en trots op het team dat achter ons staat. Mm-hmm. Die ook de schouders eronder heeft gezet om er samen uit te komen. Uit hoeveel man bestaat je team? We zijn met z'n vijven. Oké. Dus een vrij klein, hecht team. Ja, ja, ja. En wat doe je in je vrije tijd? Wat doe je aan ontspanning? Meer aan inspanning dan. Ik rugby in mijn vrije tijd. Oké. Okay. Rugby. Ja, ja, ja. En wielrennen. Oh, serieus? En voor de rest... En voor de rest is het... vul je vrije tijd met vrienden en familie en gezin. Ja, ja. En sport je op specifieke tijden? Of wanneer je de gelegenheid daartoe hebt? Nou, eigenlijk zou ik twee keer per week moeten trainen en één keer per week een wedstrijd moeten doen, maar dat lukt niet altijd. Okay. Dus meestal de dinsdag en de donderdagavond zou ik moeten gaan trainen. Maar ja, in de praktijk valt er wel eens een dinsdag of een donderdag uit, laat me dat zo zeggen. Oké. Okay. Je vrouw werkt, jij werkt. Hoe doen jullie met de pot voor de kinderen?
Meneer Faye bedoelt de pot. Borita. Oh, Borita. Ja, okay. Ja. Nee, ik kan een mooi potje takken. No. Oké, okay, met de pot voor de kinderen. Ja. Kijk, ik heb het voordeel dat ik... Ik heb een hele lieve schoonmoeder. Oké. Ja, en die kookt hartstikke lekker Surinaams. Dus een deel van de tijd kwam ze met bakjes aan. En dan kregen we alle Surinaamse gerechten die ons hart begeert. Ja. Die worden aan de deur geleverd. En de rest van de tijd, ja, we komen rond een uurtje of 5, 6 komen we thuis. En of mevrouw kookt, of ik kook. Oké. Okay. Wie als eerste thuis is, zo simpel is het. Ja, dus je neemt niet altijd je tijd om extra lang een beetje weg te blijven dat zij eerst aankomt. Ino verklap niet geheim. Ik moet altijd overwerken, dan ben ik net een half uurtje later naar haar thuis. Maar dan kunnen jullie toch samen in de keuken staan, dat is toch mooi. Ja, helemaal mee eens, dat gebeurt ook vaak genoeg. Oké. En wat kook jij meestal? Ja, heel gevarieerd. Alles van Surinaamse pot tot een beetje iets Italiaans, we kunnen alle kanten op. Oké, dat is een borbo. Dus inderdaad, we proberen... Ja, redelijk. Ja. We proberen. Oké. Okay. Maar inderdaad, we proberen die kinderen inderdaad in ieder geval elke week een gerecht met vis, een gerecht met vlees. Ja. Ze willen vaak ook iets vegetarisch. Zorg dat er een beetje variatie in zit, zeg maar. Mm-hmm. Oké. Okay. En de toekomst, heb je hem al uitgezet? Wat ben je allemaal van plan in de komende jaren te doen? In de komende jaren, kijk, qua werk, het bedrijf dat loopt. In de komende jaren, daarvoor is het handig om even terug te grijpen naar het verleden. Ja. Verleden heb ik gezien. Ik heb mijn schoolperiode natuurlijk in Suriname doorgelopen. Mm-hmm. En in het verleden heb ik ik heb altijd gezien van ik ben redelijk slim, maar er zijn zoveel mensen om me heen in Suriname met die ik op school heb gezeten die nog veel slimmer zijn dan ik. Ja. Dus toen ik begon met werken, toen bedacht ik, als ik dit werk kan, dan kunnen de mensen met wie ik op school heb gezeten kunnen dat ook. Dus ik heb een periode outsourcing gedaan naar Suriname van technisch tekenwerk, van bouwkundig tekenwerk. Ja. Omdat dat soort projecten op dat moment stil kwamen te liggen, hebben we dat werk ook stopgezet. Mm-hmm. Maar voor de toekomst, voor de nabije toekomst, zijn we weer aan het kijken of we niet een stuk outsourcing van tekenwerk naar Suriname kunnen doen. Oké, dat zou dus als jullie nog getalenteerde bouwkundige tekenaars, onder jullie luisteraars hebben, laten ze gerust contact opnemen. Kijken we of we ook mooi werk richting Suriname kunnen sturen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Die gereed zorgen. Ja. Ja. De weekenden, hoe vul je die in? Behalve dat je ook nog moet werken. Hoe vullen jullie dat in als gezin? Wel, ik heb een zoon van 8 en een dochter van 13. En mijn zoon die rugbyt ook. Okay. En mijn dochter die speelt hockey. Ja, dus de zaterdagen zijn over het algemeen zijn bestemd voor hun wedstrijden. Want dan heeft mijn zoon een rugbywedstrijd 's morgens vroeg. Dan heeft mijn dochter een hockeywedstrijd in de middag. En dan hopen we dat er nog een beetje tijd over is om met vrienden af te spreken. Om ergens iets lekkers te gaan eten. Ja. Doen we 3 bier, 3 resi. Mensen uitnodigen. Kijken of we het nog een beetje leuk kunnen maken. Maar meestal worden die weekenden wel zo gepland. Oké. Er is weer een verjaardag van een familielid of zo, dat je weer gezellig iedereen gaat zien. Maar meestal zijn die weekenden wel volgepland. Oké, okay. Oh, mooi. Wanneer was je voor het laatst in Suriname? Best wel lang geleden, man. Ik denk een jaartje of 10 terug. Oké. Okay. We waren in 2020 zouden we voor een huwelijk terugkomen. Mm-hmm. Alleen precies in die periode, corona, allemaal inreis verboden hier en daar. Dus toen is dat niet doorgegaan. En die hebben we nu een paar keer opgeschoven. En het voornemen is wel om gewoon weer die kant op te komen. Om de vrienden en de familie daar weer te zien. En de kinderen ook een beetje te wijzen waar papa vandaan komt. Om de kinderen inderdaad te laten zien hoe het daar precies is. Mijn dochter is al 1 keer geweest, mijn zoon is nog nooit geweest. Mm-hmm. En ze horen de verhalen van mij. Weet je, ze facetimen geregeld met mijn vrienden en familie daar. Ze horen de verhalen vanuit mijn moeder en vanuit mijn schoonouders. Maar het is toch anders om het mee te maken. Het is toch anders om zelf op Republiek te gaan zwemmen. Om zelf het binnenland in te gaan.
Ja. Dus ik, inderdaad, dat wil ik mijn kinderen wel meegeven. Dat ze ook gewoon dat gevoel hebben van hoe het is om daar te zijn. Mm-hmm. Weet je, zei je smeri als je op Sanderé landt en die deur gaat open en je denkt bij jezelf, ah, ik ben weer thuis. Dat ze dat gevoel ook kennen. Ja, ja, ja. Drapeta kwansang. Dat is apart. Ja, dat is apart. Die geur blijft me altijd bij. Als je binnen, als je thuis komt, weet je, vliegtuigdeur gaat open. Ja, ja. Je komt naar buiten en je denkt, ai, ik ben weer thuis. Mm-hmm. En je oude dag, zou je hem hier in Suriname doorbrengen of blijf je gewoon lekker in Delft? Voor Galumina Zabi, ik denk dat het heel erg gaat afhangen waar mijn kinderen belanden. Ja, 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 dat ook. Want inderdaad, weet je, dat is toch altijd je grootste geluk. Klopt. Die zijn die twee kleintjes. Ja. En je weet maar nooit in deze samen, je weet maar nooit waar ze uiteindelijk belanden. Het kan best dat zij ook zeggen, we gaan ergens anders studeren. Mm-hmm. En we zitten zo meteen in Canada of in Australië. Het zou me heel erg goed doen als ze zeggen, weet je, we gaan ook kijken of we nog iets kunnen doen om Suriname te helpen opbouwen. Mm-hmm. En dan is de kans heel groot dat ik erachteraan ga. Ja, ja. Je doet aan rugby, wielrennen een beetje. Je lukubal. Of heb je nog tijd daarvoor? Nou, meneer Lukubal. In de loopbal? Nee. Ik moet zeggen, voetbal heeft me nooit getrokken. Serieus? Daarna, alla de matis meneer Lukubal. Midden Holland, eerst zat in Nip of meer takjes. Ja, voor wie ben je? Voor welk team ben je? Ja. Het heeft me nooit getrokken. Serieus? Misschien omdat ik het niet kon. Oké. Omdat ik zelf slecht was in voetbal, maar dat ben ik allemaal bij haar mee. Maar rugby, daarvan ik wel geïnteresseerd in rugby. Ja, van door het raap ik. Even denken hoor. Ja, op een gegeven moment word je boven de 30. Uh-huh. En dan merk je aan jezelf dat je iets moet gaan doen om fit te blijven. Mm. Weet je wel, als jongen heb ik zelf altijd gesport. Nou ja, dan kom je hier naar Nederland toe. Ja, je kent niet zoveel mensen, je gaat niet zoveel sporten, je bent heel veel met je studie bezig. En op een gegeven moment merk je, bent 30, abere en digicom. Dus je moet iets gaan doen aan sporten. Ja. En toen zat ik heel veel in de sportschool met vrienden. Ja. Alleen sportschool wordt saai na een tijdje. Mm. Alleen maar dingen optillen en neerleggen. Dus ik ben gaan zoeken naar een sport waar je ook een beetje je bovenlichaam traint. Ja. Dat je niet alleen maar gaat hardlopen of wielrennen, dat alleen maar je benen sterker worden. Mm-hmm. En toen kwam ik met een neef van me samen, kwamen we op rugby. En, ik ben op mijn 33ste begonnen, dus ik doe het nu al 9 jaar. Okay. En ik moet zeggen, het bevalt prima. Het is een vrij intensieve, vrij agressieve sport from time to time. Maar ja, daar kan je ook een beetje je energie in kwijt. Oké. Okay. En wanneer word je jarig? 23 mei. Dus, oké, okay, straks. Nog even. Ja, 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 ja. En wat hebben jullie vandaag gekookt? Thuis. Ik ben eerlijk, ik ben heel boor. Ik dacht, ik heb me helemaal vergist in wintertijd en zomertijd en dat tijdsverschil. Oh ja. Dus ik dacht dat ons gesprek een uur geleden was. Dus okay. Ik heb me helemaal verkeerd ingepland. Oh jee. Dus ik denk dat ik die smoes ga gebruiken vandaag. Dat ik, ja, ik was eventjes buiten en ik moest met die jongen naar sport toe. Dus Miro Boort die dit. Dan Bolokumi vrouwtje liefde kan voor boren. Ja, ja, hopelijk gaat ze niet naluisteren. Ze zit aan het werk, dus waarschijnlijk luistert ze het achteraf. Oké. Dus nou, dat is niet straf, EP. Ik kan Borwan zijn snel toch? Over een drie kwartier moet ik met die jongen op het rugbyveld staan. Dus okay. Snel, nog, kom morgen. Nou, leuk. Maar goed, Robert, tot slot, als je nog ik wil nog even wat vragen. Er was een mevrouw, ze was voorganger hier in een kerk aan de Petuniastraat, een zekere van Kanten. Geen familie van je? De voorganger, nee. Ja, nee, ja. Die is geen familie van me. Oh. We hebben vrij veel, volgens mij, als ik het goed heb, en mijn tantes zullen me corrigeren als het niet zo is. Ja. Maar volgens mij zijn er twee takken van Kantus in Suriname. Oh, en de ene zijn wel allemaal directe familie en de andere niet. Oh, en okay. De voorganger volgens mij niet. Oké. Goed, tot slot ben je in de gelegenheid om je lieve mensen te groeten hier en die luisteren online. Ja man, nou, inderdaad. Voor alle familie, voor alle matties. Ook voor mevrouwtje die deze gaat naluisteren. heel veel lobby. De groeten. Blijf geloven in jezelf allemaal.
En inderdaad, laten we er wat moois van maken. Abu Robert, succes met al hetgeen je doet. Succes met je gezin en natuurlijk je hobby's. En we zijn natuurlijk heel trots dat jij als Sranamang ook je stempel drukt daar waar je bent. Yes, Ashwin, thanks a lot. You're welcome. Groetjes. Hi. Ja, yeah. Bye-bye. En dat was Robert van Kanten die we vandaag hadden in Surinamers overal. Met de complimenten van Telesuur en GoTo.